in de Tilburgse wijk De Reeshof is onrust ontstaan. Doordat bleek dat de bewoners al jaren veel te veel betalen voor de stadsverwarming in hun wijk. Kortweg het probleem is dat mensen dubbel moeten betalen. Driedubbel moeten betalen, vierdubbel moeten betalen. Die mensen vinden het oneerlijk. Er is een werkgroep ontstaan die daar probeert een oplossing voor te vinden. Er zijn 3000 handtekeningen opgehaald de afgelopen maanden. En er is een echte actiegroep ontstaan die dat probeert op te lossen. Wat kunt u als raadslid voor deze mensen betekenen? Als raadslid ben je eigenlijk geen partij in dit verhaal, want het is een verhaal tussen mensen, tussen bewoners en Essent. Maar je bent wel als gemeente verantwoordelijk voor geweest dat de stadsvorming ook in deze wijk gekomen is. Dus op dat punt heb je wel een morele verantwoordelijkheid. Daarom heb ik ook gezegd van, ik ga deze mensen helpen met een motie waar heel simpelweg in staat, gemeente, wij gaan deze mensen helpen. Dus die motie is raadsbreed ondersteund en overgenomen door de wethouder. En de wethouder heeft de actie opgenomen. Meneer Heijman, wat gaat u doen voor deze bewoners? Ik zal voor deze bewoners gaan zorgen dat deze mensen gehoord blijven worden. Dat er in ieder geval met Essent gesproken blijft worden. Mochten gaan staken deze gesprekken, dan zorg ik ervoor dat deze gesprekken weer opgepakt worden. En ik zal er blijven voor zorgen dat in de komende periode dit zo snel mogelijk wordt opgelost. En dat deze mensen ook hun geld terugkrijgen. Ik kan natuurlijk niet pertinent dat beloven, maar ik zal al mijn best ervoor doen en al mijn inzet ervoor geven. En dat is wel heel belangrijk dat de mensen dan op mij gaan stemmen. Stem Jan Heijman, lijst 2, nummer 10. Ja, want waarom moeten ze u stemmen? Ik zit niet alleen op dit dossier, ben ik heel erg actief. Maar ik ben ook actief voor dossiers zoals Noordhoekring, zoals Den Bogert in Udenhout. En alle dossiers waar mensen problemen mee hebben met de gemeente. Daar blijven we voor strijden dat die mensen geluisterd worden. En dat die mensen een kans krijgen om een ding te doen. En dat wij luisteren naar ze. En dat wij niet alleen maar beslissen omdat het moet, maar ook omdat het kan.